Deze nieuwsuitzending, die is naar aanleiding van een uitzending die ik gisteren heb gemaakt en die heb ik weggegooid. Daar zeg ik, daar gebruik ik, nou ik zal niet zeggen wat. Maar. Laten we zeggen, ik heb daarmee de grens van de humor bereikt en ik denk, ik wil geen gezeik. Ik heb al een ban op Facebook, dan laat ik het nou niet erger maken. Maar het was wel een leuk item wat ik daar vond. En dat item doe ik nog even overnieuw. Ik heb inmiddels ook even wat meer erover opgezocht. Wat ik vermoedde was inderdaad waar. De Gelderlander. Het laatste nieuws uit Gelderland. En het trefwoord is... Weet het ook alweer? Stekker. Stekkersubsidie. Stekker. Subsidie. Kijkt u wat vindt. April 16 Dit hem. Even kijken hoor. Even kijken hoor. Maar nu weer een ander artikel. Dat was echt ontzettend leuk. Ook. Gaat het dan over... rekenmodel voor stekkersubsidie. Wat de onzekerheden bevat. Deze dan. Even checken. Oh, deze was het volgende. Ja, deze is... Ja, deze zal ik even voorlezen. Die heb ik gisteren dus ook voorgelezen, maar die zat... Ik had wel andere onderwerpen en daar ging ik... Naar mijn mening... Ja, niet echt over de grens, maar ik wilde niet... Ja, nee, deze is... Ik zal hem even voorlezen, dat is toch wel leuk. Dit is de Gelderlander. En de titel is... Schimmige stekkersubsidie brengt staatssecretaris snel in het nauw. D66 staatssecretaris Menno Snel zit in zwaar weer. Strijdpunt is een omstreden rekenmodel dat de subsidiekraan openzet voor peperdure Tesla's. Waarom is het CDA? Wederom is het CDA Pieter Omtzigt die bij een staatssecretaris van Financiën als een pitbull in de broekspijpen hangt. Nou, deze journalist had er echt zin in met deze mooie intro, zeg. Zie je hem al? Dat Pieter Omtzigt. En die hangt daarbij een staatssecretaris van Financiën. En dat moet dan dus, neem ik aan, Menno Snel zijn. Menno Snel ligt onder het parlementaire vergrootglas. Dat is echt zoals jolig taal. En daar heeft de D66er het er zelf ook wel een beetje naar gemaakt. Klinkt het bij de coalitiepartners. Dus die vent van de Gelderlander, die is even op bezoek gegaan. Want ik zou bij God niet weten wie tegenwoordig in de coalitie zit. Maar CD, nee, niet CDA neem ik aan, maar de VVD of zo. Maar ja, nou, Menno Snel, die ligt onder het parlementaire vergrootglas. En wie zijn schuld is dat nou eigenlijk? Nou, daar heeft de D66er het er zelf nog ook wel een beetje naar gemaakt. Oh ja, nou, dankjewel. En aan die andere coalitiepartner. Ja, mag ik u een vraag stellen? Menno Snel ligt onder het parlementaire vergrootglas. En wie heeft dat dan? Ja, hoe komt dat dan? Nou, daar heeft Menno Snel het zelf naar gemaakt. Het wordt een schandaal, man.
Want er was minder aan de hand geweest als hij nou maar gewoon ronduit toe had gegeven dat er een hoop af te dingen valt op de manier waarop de overheid de aanschaf van een elektrische auto fiscaal stimuleert. Maar juist de informatieverstrekking door de staatssecretaris roept vragen op. Aha. Ja. Dus Menno Snel heeft informatie verstrekt en iedereen heeft daar vragen over. Aha. Nou, dan gaan we door. De subsidiëring van elektrische auto's blijkt volledig af te hangen van een rekenmodel Carbon Tax geheten, waarvan de Kamer niet kan controleren hoe het in elkaar steekt. Het is namelijk in particulier bezit van een consultatiebureau RevNext. R.E. Victor en dan Next, op zijn Engels. Die geheimzinnigheid zit parlementariërs, ook van de coalitie, niet lekker. Ja, dat lijkt me nogal vides. Wij subsidiëren dus de aanschaf van die elektrische auto's op basis van een rekenmodel. En de bureau RevNext zegt, ja, wat is er aan de hand? Ja, geef de getallen niet door. Typ even, joh, wat zeg je? 1100? Ja, oké. En dan, dat is 33, ja. Oh, 33.6, ja, En moeten we dat nog even weten? Oh, 70.8, ja. Nou, dat is op een Tesla, dat is €70.000 subsidie. Ja. En die €70.000, die komt zo dadelijk aan bod, hè? Die gaat dan wel even van onze duurbetaalde belastingcenten. Hè? Loonbelasting, vennootschapsbelasting, loonbelasting, werkgeversdeel, BTW, niet te vergeten, en al die andere belastingen. Dan gaat er even €70.000 naar een Tesla-rijder. Hè? Er staat dan hier ook, anders dan Menno Snel eerder suggereerde, is dat Carbon Tax model nooit door TNO of het Planbureau voor de Leefomgeving gevalideerd. Yeah. En dan wellicht nog pijnlijker, dubbele punt, RevNext werkt ook voor Tesla, dat flink garen spint bij de fiscale subsidies. En dan komt hij. Vorig jaar was Nederland goed voor bijna $1 miljard omzet. Alleen in de Verenigde Staten en China verkocht het bedrijf van Elon Musk meer auto's. En nu word ik boos. Dat heb ik gisteren niet gedaan. Dan doe ik even inwoneraantal. Aantal Verenigde Staten. Even 2017, maakt niet aan. Even kijken. Lees van landen naar een van de aantal bij werelddeel. Even kijken hoor. Oh, dat is hier. Nigeria. Beetje van een lange lijst. Staan niet eens op gesorteerd. Oh. Nou zeg, kom op. Oh, China. Daar beginnen we even mee. Dat is 1,5 miljard. Even goed onthouden. 1,5 miljard. Dan gaan we naar Verenigde Staten toe. Dit is dan Europa. Moeten we niet zijn. We zijn Noord-Amerika. Verenigde Staten. Dat is 300 miljoen. Nou, dat is dus, wat zijn we nou? 1,3 miljard plus 300 miljoen. Laten we zeggen voor het gemak. 2 miljard. Nou, pak even de rekenmachine erbij. Hier in Nederland hebben wij 2-0, dat is 20. Dan 1-2-3. Yeah. Gedeeld door. En wat zijn er nou? 1,5 miljard. Hè? Dus dan 1,500. En dan 1-2-3 is. Oh, hier gaat iets mis. Oh, ik heb foutje bedankt. Sorry. 20
1, 2, 3, 1, 2, 3. Dat is een 20 miljoen inwoners van Nederland. En dan doe je gedeeld door. En een 1,5 miljard. Dat is een 1,500. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Is 0,01. Dus dat betekent dat in Nederland, vergeleken met de Verenigde Staten en China, wonen hier maar 1% mensen. Dus in die twee landen wonen 100 keer zoveel mensen. En wat staat hier dan? Dat in dat kleine Nederland worden meer auto's verkocht door Tesla, dat bedrijf van Elon Musk, dan in de Verenigde Staten en China. Ja. Vorig jaar was Nederland goed voor bijna 1 miljard dollar omzet. Ja, ja. Nee, maar dat is even lekker verdienen voor het bedrijf van Elon Musk. Hé? En hoe zou dit komen nou? En dan die 25.000 elektrische auto's die in 2018 zijn verkocht. Die eigenaren die strijken de komende 5 jaar 700 miljoen euro subsidie op. Ha, 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 ha. En dan staat hier nog een voorbeeldje van iemand en die heeft een Tesla SP90D gekocht, A130.000 euro. En die krijgt de komende 5 jaar een subsidie van 70.000 euro. Dus een auto van 130.000 euro, daar betaalt hij effectief 70.000 euro voor. Maar nog iets minder, 60.000 euro. Verder, hoe staat het nou? Staat er ook nog, en dat allemaal gebaseerd op dat ene schimmige model. Ja. Maar dit is regelrechte diefstal. Op basis van een geheim model, opgesteld door een bedrijf dat ook werkt voor Tesla, wordt eventjes dit soort bedragen worden geadviseerd. Maar het kan natuurlijk altijd nog erger, hè? Want wat heeft meneer Perry nou gedaan? Ik heb eens even gekeken, waar het is een e-auto, hè? En iedereen zegt, ja, e-auto, dat is... Het is heel erg fijn in de zin, ja, dan heb je geen CO2 toestanden. Nou, dan staat hier op de website van, dat is dan switchco.bv.dingensnl, https, www.energievergelijken.nl. Laat ik me even kijken, even over ons, dat heb ik niet gedaan. Wie zijn die lui? Maar het lijkt me vrij officieel. Niet jammer te plu. Maar het is een, elk geval een dure site, hoor. Om het te maken, dit is wel wat poen ingestopt. Kan zijn dat ze subsidie krijgen van de overheid. Anyway, daar hebben ze een klein tabelletje staan. En daar staat over de opwekking van elektriciteit. Die is als volgt opgesteld. Waterkracht 0,1%, windenergie 4,7% en zonnestroom 0,4%. Dan staat hier ook nog bij biomassa, dat is 5%, maar dat levert CO2 op, lijkt mij. Die mag je niet meetellen. Het gaat over die CO2-vrije elektriciteitsopwekking. Dat is dus bij elkaar 4,8% plus 0,4 is 5,2%.
Dus 94,8% van de elektriciteit wordt opgewerkt met de productie van CO2. Ik laat even een pauze vallen. En wie houdt hier wie voor de gek? Meer dan 90% van de elektriciteit waarmee zo'n Tesla wordt opgeladen, die wordt dan ergens in Nederland, in de Amercentrale, of je hebt die Hunzecentrale bij Groningen, er zijn er nog wel meer. Toch? Dat produceert allemaal CO2. En dat noemen ze dan schone energie. Ja, want in die Tesla, er gaat alleen maar een stekker in. En als die Tesla gaat rijden, ja, dan merk je niks van. Wel is het zo dat die batterijen, die accu's, die hebben niet het eeuwige leven. Die moeten vervangen worden. En dat kost weer CO2 natuurlijk. En produceert een hele hoop nikkel- en cadmiumafval. Ja, maar dat gaan we dan wel recyclen. Ja, maar dat kost wel een hele hoop energie. Yeah. En zo'n auto gaan we dan subsidiëren voor meer dan 50% van de kosten. 700 miljard euro per jaar vloeit er weg naar subsidie voor Tesla-auto-eigenaren. Vanwege het redden van het klimaat. Het is een leugen. Had je dit zelf kunnen ontdekken? Ik denk het wel. Want ja, het ook even op Wikipedia kunnen kijken. Dit is dan die Wiki met Google. Is dat dan? Energieproductie in Nederland. Elektriciteitsproductie in Nederland. Staan er? Je moet wel eventjes doorklikken, want heel veel van die sites die dat dan lopen te eikelen over de elektriciteitsproductie, die hebben het over, een soort rookgordijn aan informatie. En er staat eronder dan, bijvoorbeeld, daar moet je echt goed opletten hoor. Nederland importeert groene stroom vanuit Noorwegen en Duitsland. Dan denk je, dat is mooi. Maar dat is maar 13%. Dat is kortom, eigenlijk 87%. Dat is dan eigen productie. En daar moet je dan 5% van afhalen. Dat is maar 80% van de elektriciteit wordt opgewerkt met productie van koolstofdioxide. Laat het zomaar doen. Maar wij worden dan ook weer, houd het maar op, 90% van de elektriciteit hier in Nederland is helemaal niet groen. Er was geschuif met cijfertjes. En ik zelf, ik heb helemaal geen moeite met CO2. Ik zou niet weten waarom dat een probleem is. Ja, maar dan gaat de wereldtemperatuur stijgen. Ja, nou in. Dan maakt mij dat nou in. Heb jij er last van? Je dan, Ja, maar dan krijg ik het heel warm. Oh, nee, dat wil ik niet. Man, gaat er weer. Ik weet nog, dat was vlak na die scheiding, 2010 en 2011. Dat was koud, jongen, in de winter. Nou, ik denk over een paar jaar heb je dat weer. De afgelopen winter denk ik van, dat valt wel mee. Ik heb hier al jarenlang de kachel niet meer aan. Ja, vind ik dat erg? Nee, helemaal niet. Waar maak ik mij dat aan? Het is wel gezellig hoor, dat je de kachel aan doet. Ik heb van die vlammetjes, ik heb zo'n gaskachel. En wel een gezellig gevoel als je visite hebt. Nou, want mijn dochter kwam eten. Nou, doe ik even lekker de kachel aan. Dat is wel leuk. Geeft een atmosfeertje. Maar als ik in mijn eentje zit, dan ga ik de kachel niet aandoen voor de gezelligheid, je flikker.
van mij maar die kachel uit. En komt het door de stijging van de temperatuur? Nou, het zou kunnen. Het zou ook kunnen komen dat mijn benedenbuurvrouw en diegene die eronder zitten, dat zijn bejaarden, die zijn toch een beetje kouwelijk natuurlijk, omdat ze oud zijn. Ja, die zitten mij een beetje warm te stoken. Dat zou ook kunnen. Dat ik mazzel heb. Omdat ik op de derde verdieping woon. Ik heb altijd een raampje open. De enige reden voor mij om de raampjes hier dicht te doen, dat is niet vanwege de kou, maar dat is omdat de overheid weer eens lekker bezig is met hoempapa muziek. Van oetje, 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 de koning is aan, oetje, 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 moet u die gat doen. Ja, dan doe ik de ramen nu. Ik heb helemaal geen last van mondiale temperatuurstijging. Ja, maar de zeespiegel gaat stijgen en de zeehonden gaan dood. Nee man, de zeehonden kunnen prima zwemmen. Ik bedoelde ook de ijsberen. Nee man, er zijn nog nooit zoveel ijsberen geweest als nu. En dan moet je eens weten wat die ijsberen doen met zeehondjes. Handjes schudden? Cadeautjes meenemen voor de verjaardag? Nee, natuurlijk niet. Die eten ze op. Nee, de zeehondjes zijn dankbaar voor al die ijsberen die in leven blijven. Aha. Kijk, wij kunnen dan lachen om die mensen uit de middeleeuwen, die ze gewoon makkelijk voor de gek lieten houden, die katholieken. Nee, en wij zijn beter? We zijn niet eens in staat om op internet even te kijken hoe het zit met die elektrische auto's. En te zien dat er 700 miljoen euro even wegvloeit aan subsidie. Weliswaar verdeeld over een periode van 5 jaar, maar dan nog. Wout, de echte arbeiders, en Wout is er eentje van, dat is een bouwvakker. Van die echte jongens die echt werken, in plaats van slap ouwe hoeren in de Tweede Kamer. Echte werkers, er zijn er 2 miljoen hier in Nederland, en meer niet. Op die 2 miljoen gaat er even 700 miljoen aan subsidie weg. Ja, 350 euro voor meneer Wout. Nee, daar is Wout blij mee. En dat is weliswaar verdeeld over 5 jaar, maar dan nog. Dat is wel even 75 euro per jaar. Of nee, 70 euro per jaar. Ja, dat geld kan hij ook besteden aan een flesje neven voor Perry Winkel. En dan haalt hij nog 50 euro van zichzelf over. En ik drink niet meer, dus dat hoeft niet meer. Dus voor mij geen jenever meer. Koopt hij een bos bloemen voor zijn vrouw? En worden we gewoon verneukt waar we bij staan. Met die elektrische auto's. En die Tesla's zich maar kapot lachen. Ja, onze grootste markt is het kleinste land ter wereld. Waar maar 20 miljoen mensen wonen. En Amerika, waar 350 miljoen mensen wonen. Oh, dat is wel een klein beetje. En dan China erbij opgeteld. Alles bij elkaar 1,5 miljard. Nee, dat is minder dan hier in Nederland. Jezus. Ja, en hoe komt dat? Ja, dat is alleen van de debiel van een Menno Snel. Die gaat akkoord met een model waarvan hij de inhoud niet eens kent. Oh, maar dat vertrouw ik wel, want die Revnix, die werkt voor Tesla. Dus ja, dat zijn 2 handen op 1 buik. En dan kan je ervan uitgaan dat die auto's van Tesla, want dat zijn de goede auto's. En dan is zo'n Revnix, dus dat is ook een goed bedrijf. En dat is allemaal in kannen en kruiken. En ik vertrouw daar blindelings op, want ik ben van D66. En die staat bekend om wel meer stupide dingen. Was Jan Terlouw ook niet van die club? Of was die juist van GroenLinks? Ik dacht GroenLinks, hè? Dat is ook zo'n tuthola, die Jan Terlouw. Ja, ik bedoel, dat mag je toch zeggen, hoor. Kom op. Jan Terlouw, is het nou... Jan Terlouw. Ja, die is ook D66. Jezus. Ja, dat geeft wel aan waarom Menno Snel niet kan nadenken. Want Jan Terlouw die kan dat ook niet. Die had die kinderboeken moeten blijven schrijven. Over oorlogswinter of zo. Ah. Jan Terlouw die was toen bezig om de hemcentrale. Die moest dan dicht. Leg een pijpleiding aan, man. CO2, dat is een meststof voor planten. Laatst was er nog gebeurd. Er was zelfs nog op het journaal.
Er was iets misgegaan met de doorvoer van koolstofdioxide naar de kassen. En dan moesten die arme boeren, of ja, tuiniers, kastbouwdingers, die moesten hun eigen CO2 gaan produceren door diesel aan te schaffen en dan die diesel te verbranden en dan die CO2 de kassen in te blazen. Ja, leg dan een pijp vanaf de hemcentrale naar die kassen toe. Ja, toch? Waarom willen wij niet verstandige mensen in de politiek? En die man is dan ook, die Jan Terlouw is ook nog kernfysicus. Nou, wel leuk is dat. Nee, nou begrijp ik het helemaal. Maar waarom kan die man niet nadenken? Schandalig vind ik dat. En wij worden gewoon opgelicht. Het is pure oplichterij. En geen hond die er wat van zegt, behalve Perry Winkel op de Rodeburgstraat, die nog 2 tientjes heeft en volgende week heel braaf bij de gemeente zit van mag ik een uitkering. Dat ga ik ook nog doen. Voor mij zijn ze nog niet af. De goed begrepen. Wat denken die stelletje laaien lichters wel niet? Dat ze mij voor de gek kunnen houden? Oh ja joh. Maar Piri, als je straks zo doorgaat, dan word je gekort op je uitkering. Nou, dat zien we dan wel weer. Krijgen we de volgende ruil. Moeten ze vooral gaan doen. Stel ik je sukkel. Een beetje denken dat ze het Nederlandse volk kunnen beroven. Een 700 miljoen euro aan subsidie voor een of andere buitenlandse firma van Elon Musk. Worden die mensen van D66, worden die onder de tafel betaald? Ja, kijk, Menno, mag ik even je woord? Menno. Menno Snel zit al helemaal naar zo'n maaltijd. Ze zit aan de cognac en zo. En hij is druk in gesprek met die brunette. En die heeft hem al laten zien dat ze in de handtasje heeft wat koken. Ja, dat was niet veel hoor, gewoon een klein beetje kook voor de gezelligheid. Ze dus worden een gelegenheidsgebruiker. Sociale kooksnuiver, hè. Menno, mag ik even? Ja, Menno. Kijk, we hebben hier dat model van Carbon Tax, van Refnixt. En ja, als jij dat nou eens gebruikt voor het bepalen van de hoogte van de subsidie. Want wij lijkt het wel dat wij veel auto's willen verkopen. En in Amerika kunnen we dat soort geintjes niet flikken. En die Chinezen, ja, die zeggen allemaal sambal bij. En die trappen er ook niet in. Maar we dachten, als jij er nou eens intrapt. Dan hebben we dat model, dus totaal geheim. Je mag niet weten wat erin staat, natuurlijk, want het is auteursrechtelijk beschermd. Dat is allemaal, hè, dat is ook gemaakt in opdracht. Nou, niet in opdracht, maar Refnext, die werkt voor Tesla. En ja, er is allemaal heel goed contact tussen Refnext en Tesla. Dus dat zit allemaal heel erg oké, want dat zijn twee handen op één buik. En als je nou eens even dat gaat gebruiken. En dan mag je wat mij betreft in de Kamer zeggen dat het gecontroleerd is door TNO. Kan je later altijd zeggen dat je dat niet zo bedoelde. Maar dan is die regel erin. En dan gaan we lekker veel auto's verkopen in Nederland. Ja. Nou, als we dat nou met klaar zijn, nou, dan ga ik er vandoor. En zorg jij er even voor dat die brunette met die cocaïne, dat die veilig in bed belandt. Ja, tuurlijk. En dat met die brunette met die cocaïne, dat verzin ik erbij. Je gaat mij niet vertellen dat al die lui allemaal heilige boontjes zijn. Absoluut niet. Er wordt wat buitenechtelijk gewipperd hoor. Door mensen die overdag zo moe zijn van het vergaderen dat ze 's avonds een beetje moeten ontspannen. Denk maar aan Joris Demmink. Maar die deed het dan, ja, ook maar met brunetten. Dat waren dan niet per se. Oh fuck, wat krijgen we nou? Ach nee! Rookt u? Waarom besteedt u meer dan nodig? In onze webshop vindt u sigaretten tegen ongelooflijk lage prijzen. Ik ben net gestopt. 24 euro per slof. Oh, even het aanbod bekeken. Ja, ik rook toch niet. Ah, dan moet ik mijn e-mailadres opgeven. Nee, dat doe ik niet. Nee, ik ben niet gek. Oh, dat is gelukkig niet echt waar. Nou ja, zeg.
Ik zou het wel zielig vinden voor mijn eigen hoor. Ja, dat zou ik wel echt heel sneu vinden. Dan ben ik net gestopt met roken en dan beginnen ze aanbiedingen met het tabak. Ja, dan denk ik, ja, dat heeft ik weer. Maar even terug naar je elektrische auto, is een scam. Dat slaat helemaal nergens. Ik wil persoonlijk, er is een waar ik in geloof, ik persoonlijk dubbel op, waar ik in geloof, dat is low-tech solar energy. De details die staan in de uitzending, de grote zonne-energie wedstrijd. Kijk, de zonne-energie die wij nu opwekken, dat werkt met fotovoltaïsche cellen. Dat is dan iets met silicium en germanium. Heel bijzonder spul. En ja, je kent het wel van die zonnepanelen. En er komen twee draadjes uit en er komt gelijkstroom. Maar dit is vrij duur. Het heeft een behoorlijk rendement. Misschien wel 60% of zo. Maar het is duur materiaal. En dat hoeft niet. Ja, als je genoegen neemt met een veel lager rendement, dan werk je met zonnecollectoren. Warmte, in principe warmtecollectoren, maar alle straling gaat erin. Dus de UV en de infrarood en alles wat er tussenin zit. Het gaat er, wordt allemaal geabsorbeerd. En dat wordt warmte. Nou, als je dan ook nog beschikt over een warmteopslag, een heat sink heet dat. Dat is zo simpel als een. Dat kan een bak met zand zijn. Die geïsoleerd is, by the way. Of water. Of beton. Nou, en dan maak je iets wat dan lijkt op een boom. En dat maak je van schroot. En aan de onderkant heb je dan de wortels. Nou, dan moet je zelf maar fantaseren hoe je die wortels eruit laat zien. En die giet je dan bijvoorbeeld in beton. Nou, en dan komt er uit die bak met beton, dan komt er een soort centrale staaf omhoog. Of meerdere, dat kan ook nog. Maakt ook niet uit. En daar begin je dan takken op te maken. En die takken, daar maak je dan tussen haakjes, net tussen aanhalingstekens, bladeren op. Maar die bladeren zou niet van 1 bij 1 centimeter doen. Maar een beetje handzaam. 80 bij 80 centimeter of zo. Ook niet te groot. Niet 2 bij 2 meter. Dat lijkt me niet nodig. Houd een beetje klein en handzaam houden. Nou, en die bladeren, tussen aanhalingstekens, die moet je beroeten. En dat is heel makkelijk. Ik heb het een keer gevraagd aan iemand die wel verstand heeft van handige dingen. En die zei van nou, je smeert zo'n oppervlakte in met lijnolie. Dat is de meest simpele olie die er is. En dan met een gasbrander erop. En dan verbrand je die lijnolie. Dan wordt het gitzwart. Dat heet beroeten. Ik heb hier een proef gedaan en dan had ik bij de fietsenmaker. Die is nu weg, maar die zat er toen nog. Heb ik van die oude kapotte binnenbanden gehaald. En die in de fik gestoken met slaolie erbij. Als brandmiddel. Dan ga je ontzettende roet stinken en zo. En daar een plaats. En dat was, toen heb ik gebruikt koper. Maar dat is heel duur. Dat hoef je niet te doen. Aluminium is goed genoeg. En wat je ook kan doen is gewoon werken met ijzer. Dan moet je naar een autosloop gaan en dan haal je, ja, wat je maar wil, de motorklep. Voorkant, achterkant, voor mij wordt een deur van een auto. Met een slijptol haal je een zijkant eruit, het dak, dat is ook prima. Nou, dan moet je even, die verf moet je eraf schuren. En helemaal kaal hebt. En dan de ene kant beroeten en aan de andere kant
Ja, je moet hem dus vastmaken op een van die takken. Hè? En dan de onderkant, van waar dus die bladeren aan de bovenkant, die zijn beroerd. Dat laat je lekker open. Oh, er moet een laag overheen, van iets van hars. Iets wat weer en wind bestendig is. Wow, niet zo moeilijk. Dat ik werken met een folie. Maar een soort hars lijkt me wel goed. Epoxy of. Nou, en aan de onderkant van die bladeren, dan moet je de boel isoleren. Dat was ook heel makkelijk. Kan je doen met steenwol. Je moet het niet doen met hout, want de temperatuur in de zomer die gaat naar boven de 100 graden. En hout kan dan gaan. Ja, dat gaat slijten. Maar steenwol, dat blijft wel goed. Ja, en dan is het nog de grote truc, is als je die bovenkant van die boom zeg maar, gemaakt hebt, die moet geplaatst worden op die onderkant, die waar die wortels zitten. En dan die overgang tussen de bovenkant en de onderkant, daar maak je een batterij van Peltier-elementen. En Peltier-elementen, dat is heel goedkoop. Dat is ook koop op internet. Als je daar 100 tegelijk van koopt, dan heb je een heel klein prijsje. Dat produceert elektriciteit. Met een laag rendement. Dus ik heb 10%, 20%. En die warmte die stroomt vanuit die bladeren naar de heatsink, naar de warmteopvang, waar het koeler is. De warmte stroomt van de warmte naar de kou. En dan als de zon ondergaat, dan draait het hele feest om, want dan is de onderkant is warm. En aan de bovenkant, omdat die gitzwart zwart is, ja, die koelt, die gaat stralen. Dat heet black body radiation. Dus die bovenkant die wordt steenkoud en dan gaat de warmte de andere kant uitstralen. Dan heb je dus 's nachts heb je weer, ja, totdat die onderkant afgekoeld is, dan heb je weer elektriciteit. Nou, die onderkant die kan niet kapot. Als je dat goed doet, dan gebeurt er niks. En die bovenkant wel, als je een storm hebt of zo, dan kan er eentje kapot gaan. En dan van, ja, dan kan ik hier bij een hagelbui. Ja, dan moet je nieuwe plaatjes maken. Maar dat kan iedere Jan Doedel. Je hoeft er niet naar een grote, dure fabriek te gaan bellen. Oh, we moeten nieuwe hebben. Dit kan je anders zelf doen. Je hebt een hele lage onderhoudkosten, heb je, ja, vol continu elektriciteit. En in Nederland is dat niet zo heel veel. Dat is 100 watt per vierkante meter. Met een rendement van 10% heb je dus 10 watt per vierkante meter. Dat is niet veel. Maar heb je die techniek in de knie, onder de knie? Nou, je gaat naar het zuiden van Europa. Ja, dan zit je tegen de 600 watt per vierkante meter. Kijk, en dan gaan we praten. Ik was in Turkije op vakantie, in Bodrum. Ja, er waren hele heuvels waar, ja, er groeit helemaal niks. Wat steen en wat, dat heet pioniersplantjes. Ja. We zouden wel iets van tuinbouw kunnen gaan doen, maar dat doet geen Turk. Nou, en als je dan zo'n boom, als je dat er een beetje leuk uit laat zien. Maak er een soort kunstwerkje van. Dan stoort dat niet in het landschap. Dan moet je toch, zeg maar, moet ik er langs. Ik zag zo'n heuvel. Van. Even kijken, we hebben de rekenmachine erbij. Die heuvel was denk ik, zeg maar, 500 meter. Dat is gewoon één heuvel, hè? Maar dan een keer. Zeg maar. 200 meter. Dat is 100.000 vierkante meter. Ja, 100.000 vierkante meter keer 60 watt. Nou, dat gaat. 6 kilowatt. Nee, 6 megawatt. Hallo. Eén heuvel in Bodrum. 6 megawatt.
Nog een keer uitrekenen. 500 meter, dat was zonder meer. 200 meter omhoog, zonder meer. Dat is 100.000 vierkante meter. Keer 60 watt. Ja, want je neemt 600 watt per vierkante meter en dan 10%. Dus 60 watt. Ja, 6 megawatt. Zonder bewegende onderdelen. De productie, de grondstof bestaat voor het grootste gedeelte uit schroot. Oude auto's. Nou, die hebben ze in Turkije genoeg hoor. Die staan allemaal een beetje weg te rotten. Die laten ze gewoon op straat staan in Bodrum. Heel leuk. Ja, het is toch een toeristendorp. En die toeristen denken, nou, we willen wel naar Turkije om echt het Turkse gevoel te krijgen. Ja, de wrakken staan gewoon langs de weg hoor. Dat ruimen ze daar niet op. Nou, zo'n wrak neem je mee, de buurt helemaal blij. Even de schuurtol erop, mooi schoonmaken, beroeten, in elkaar zetten. Ja, die heatsink, ja, die moet je dan 1 keer maken. Dus er moet dan zo'n graafmachine bij komen. Moet je even uitrekenen hoeveel er in nodig is. Zes megawatt. Dat is maar 1 heuveltje. Doe je dit geintje in de Sahara, dan praat je over als je zo'n oppervlakte hebt, 500. In de Sahara, dat is even een geintje. Dan hebben we gewoon 1 kilometer. Bij 1 kilometer. Dus 1 kilometer, dat is 100, dat is 1000 meter. 1 kilometer bij 1 kilometer. Dat is 1 miljoen vierkante meter. Nou, en dat dan keer, want in de Sahara zit je op 1000 watt en 1010%, dat is 100. En dan krijg je 100 megawatt. Heb je nog maar 1 bij 1 kilometer. Dus als je dan de... We zijn toch aan het rekenen. Zo kan je het zelf ook doen, hè? Oppervlakte... Sahara. Oppervlakte Sahara woestijn. Ja. Hoe groot is het ding? 9,2 miljoen vierkante kilometer. Nou, dat wordt even rekenen hoor. Dat pak ik even open office erbij, want anders word ik helemaal gek. Wat even in een spreadsheet. We hebben het over elektrische auto's en hoe je nou verstandig moet nadenken over elektriciteitsproductie. En dan gaat het mij nog niet eens om die CO2, maar het gaat mij erom dat we een beetje verstandig omgaan met wat we hebben. Even kijken, 9,2 miljoen vierkante kilometer. En dan moeten we naar meters toe. Nou, een vierkante kilometer is 1000 bij 1000. Dat is dan 1000 keer 1000. En dan gaat het over zoveel miljoen. Dus dat is dan 1, 1, 2, 3. En dan hebben we hier de formule voor het aantal vierkante meters. Nou, beginnen we met 9,2. En dan die andere. 1 miljoen. En een vierkante kilometer, dat is dus 1000 keer 1000 vierkante meter. Hoppakee. Lekker vrolijk meedoen, machientje. Goed zo. En dan is 9,2 keer 1 miljoen keer 1 miljoen. Is. Oh fuck, er gaat iets mis. Oh wacht, ik zit al. Sorry. Sorry. Zo, wat een bedrag. 9,2 keer 10 tot de macht 12. Nou, dan nemen we natuurlijk niet de hele Sahara vol. Hè? Dus dan doen we 10%. Dus dan punt 1. En dan doen we dus dat. Dan doen we 10% van de Sahara pletteren we vol met schroot. Moet te doen zijn. 9,2 keer 10 tot de macht 11. Nou, en dat dan keer 100. Oh,
akkefoutje. 100. Dan gaan we dus naar wat. En dat is dan die keer. Oh, sorry. Shit. Dit. Oh nee, die is die keer die. Zo, dat is die 10 tot de macht 11. En dan die 100 watt. Is die keer die equals. Dat is 9,2 keer 10 tot de macht 13. Nou, dat kan ik niet eens aanspreken. 10 tot de macht 9. Laten we het even delen door een miljoen en dan zitten we in ieder geval in megawatts. Dus een 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3. En dan is dat gelijk aan die gedeeld door een miljoen. Dan hebben we het in megawatts. Zo, dat knelt toch. Nou, laten we nog even 1000 eraf halen, want dit kan ik niet aanspreken. 1000. En dan dat is dan die gedeeld door die. 92.000 gigawatt. Nou, ik hoef jou niet te vertellen dat je hier wel een aantal huishoudens van kan onderhouden. Dan heb je nog een beetje verlies met transportkosten en zo. En ja, 10% van de Sahara vol met schroot is misschien ook wat moeilijk. Maar wel als je een beetje creatief bent. Moet er een mouw aan te passen zijn, lijkt mij. En ik zou zeggen, niet werken met accu's. Dat is veel te luxe, veel te ingewikkeld. Gewoon waterstof. Met elektra scheid je water in waterstof en zuurstof. Maar die zuurstof heb je niks aan. Dat is leuk voor het milieu. Nee, dat maakt niet uit. Die zuurstof maakt niet uit. En die waterstof, die moet je opslaan in die gastanks. Klaar. En die allemaal op de boot. Naar Europa en Amerika. Trouwens, in Amerika doen ze dat zelf, maar daar hebben ze er ook de Nevada woestijn. En als wij Nederlanders dit kunnen in de Sahara, in Spanje, in Turkije, dan kunnen die Amerikanen dat in Amerika. Ben je in één keer van je zonneprobleem, van je hele energieprobleem. Er is veel zonne-energie, hoor. Dat is verschrikkelijk. Heb je nog maar heel weinig fossiele brandstoffen nodig. Dan kan je het misschien wel doen met inderdaad met biomassa. Dat groeit toch snel weer aan. Maar steenkool verbranden lijkt me ook geen enkel probleem. Want de steenkool was toch vroeger biomassa? Zeggen ze toch? Het waren vroeger allemaal plantjes en fossiele huppeltje pupjes en zo. Ja. De steenkool is net zo goed een fossiele. Dat zeggen ze ook, fossiele brandstof. Ja. Het is gewoon biomassa. Dan komt die CO2 komt in de atmosfeer en dan worden er dan weer plantjes en diertjes. En die biomassa kan je dan weer burn baby burn, ja waarom niet. Maar dit is veel leuker, lekker elektriciteit. Man. En geen bewegende onderdelen, lekker stabiel. Het vormt ook een mooie windbreker. Dan kan je erachter kan je beginnen met tuinbouwen, landbouw. Planten hebben heel veel last van wind. Hè? En vooral in de Sahara. Daar gaat het waaien. Daar word je niet blij van. Hebben ze een proef gedaan. Hè? Als in de woestijn. Op kosten van een of andere oliebaron. Met zo'n muts op zijn kop. Ja, die had een heel lomp. Er waren hele grote betonnen dingen. Met zonnecellen erin. Van die PHV-apparaten. Ja, dan ging er eentje kapot en dan moet er vervangen worden. En ja, dat is me veel te duur. Maar je moet rekening houden met het onderhoud.
En daarom moet je werken met goedkope materialen. Dat is de truc. Voor de rest niet zo moeilijk dan. Dan komt alles goed. En dan kan je waterstofauto's hebben. Zo hoog energetisch hoor, waterstof. Plofgas heet dat ook wel. Nou, dat ploft als een tierenlier. En onder druk brengen is niet zo moeilijk. Valt reuze mee. Dat je die waterstof onder druk in zo'n tank krijgt. Dan heb je zo van elkaar. Nou, ik vond het wel een verhelderende uitzending. Niet alleen maar zeuren over dat de overheid als een echt belachelijk bezig is. Maar dat carbon tax model waarvan ze de inhoud niet eens kennen. En op basis van een of andere geheime rekenformule wordt er 700 miljoen euro aan subsidie verstrekt. Met als gevolg dat Tesla in Nederland meer auto's verkoopt dan in de Verenigde Staten en China. Sinds wanneer zijn wij de subsidieverstrekker van Tesla? Waar is dat nou weer voor nodig? Is een scam. Als ik de Belastingdienst was, dan zou ik eens even gaan informeren hoe de bankrekeningen van Menno Snel eruit zien de laatste tijd. En hoeveel bankrekeningen heeft hij eigenlijk? Heeft hij er eentje lopen op de Seychelles? Dit gaat om veel geld hoor. En heeft Menno Snel ook nog gezegd dat het model van het carbon tax, dat gecontroleerd was door TNO. En dan, oh ja, nee, dat is eigenlijk niet waar. Ja, dat heb ik toen gezegd, maar ik zeg wel eens vaker wat, want ik ben van D66. En Jan Terlouw die lult toch ook uit zijn nek? Nou, dan doe ik lekker mee met het partijprogramma. Ja. Een misdadiger, Menno. Een misdadiger of zo incompetent dat het ergerlijk is. En slecht voor Nederland. En het gaat al niet zo goed met ons. En dan nog zo'n actie van Menno Snel eroverheen. Nee, daar worden we blij. Misschien moet je zeggen, voor straf mag D66 23 jaar lang niet meedoen met de verkiezingen. Ja, maar Jan Terlouw dan? Nou, die gaat me weer lekker kinderboeken schrijven. Over de oliecrisis, bijvoorbeeld. Dus weer is het anders dan de hongerwinter. Of Lietje en Losje, die gingen uit varen met bier en bosje. Nee, waardoor op deze manier wordt Nederland langzaam naar de verdoemenis geholpen en wij kijken erna en wij laten een scheet. En denken dat iemand, ja, Jan Terlouw, dat is toch zo'n aardige man en die ziet er zo goed uit. En die Menno Snel, die is ook altijd wel goed gekleed, vind ik hoor. En dan hoor je van die vrouwen zo. Ja, ik ben toch voor D66, want ik vind Menno Snel echt wel een, ik vind het een representabele man. Oh, maar ik vind Thierry Baudet juist zo, dat vind ik wel leuk dat hij dus stilstaat bij het feit dat vrouwen echt niet aan de clitoris hoeven gekrabbeld te worden om klaar te komen. En dat het gewoon vaginaal kwam. En dus ik heb ook tegen mijn Wim gezegd van Wim, hou eens op met het gevriemel aan mijn clitoris. Want Thierry Baudet zegt dat als je hem gewoon in mijn vagina heen en weer haalt, dat ik ook kan komen tot een hoogtepunt. En doe nou eens een keer je best, net als Thierry Baudet dat adviseert. Dat is onze politiek. Echt waar, ik heb het gelezen. Dat heeft Thierry Baudet geschreven. Thierry Baudet, de sekstherapeut voor Nederland. Oh, 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 oh. Soms wou ik dat ik net zo'n grote mond had als Micha Kat. Ik heb tenminste nog iets meer humor dan hij. En wat meer feitenkennis. Dat heb ik net laten zien. En dat met die Peltier-elementen en het Seeberg-effect, zo heet dat. Maar het zat allemaal in die uitzending van de grote zonne-energiewedstrijd. Doe mee. Kijk maar. Ik zit niet meer op Facebook. Maar op Facebook zit een man en die heet Jos Verstraten. En anders vind je hem wel via internet.
Die kan je wel helpen met de elektronica die erbij hoort. Want die gelijkstroom die uit... die eruit kan. Misschien kan het direct, maar die moet geregeld worden. Er moet een spanningsregelaar. En dan kan je hem direct in je mobieltje kan je hem opladen. Er zat ook een filmpje op YouTube. En dan heeft iemand, die maakt er ook gebruik van, hè? En dan heeft hij een... Dan werk je met vaccinelichtjes. En een Peltier, één of meerdere Peltier elementen. En dan met die vaccinelichtjes warmt hij de ene kant van het Peltier element op. En met water koelt hij dus de andere kant, als die heat sink. En er komt dan voldoende stroom uit om een mobieltje op te laden. Een klein bakje. 40 centimeter bij 15 centimeter. Mobieltje opladen. Is dat leuk? Nou, niet dat je er heel veel mee bespaart op je elektriciteitsrekening. Maar denk je dan aan een wat groter ding en dan zonder vaccinelichtjes, maar gewoon met zonne-energie. Toch leuk voor de buurt. En als je hem in je tuin zet, dan kan je daar iets met LED-lampjes op laten branden. Door LED-lampjes zijn heel energiezuinig. Heb je in de zomer een leuke LED-verlichting. Helemaal gratis. Eén keertje bouwen, dan blijft maar doorgaan. Joh, maar 's nachts schijnt de zon toch niet? Ja, maar die heatsink die is 's nachts warmer dan de bladeren van de boom. Dan stroomt de warmte de andere kant op. Moet je even over nadenken. En dan krijg je dat voor elkaar. Dan gaan wij wat anders nadenken en niet meer zo bang zijn over dat energietekort en we moeten allemaal bezuinigen. Ze willen nou de woningen in Nederland gasvrij maken met een warmtepomp. Wat is dat dan weer? Is dat aardwarmte of zo? Nou, die ga ik even uitzoeken voor de volgende uitzending. Hey Reuze, bedankt voor het luisteren. Ik heb nog wat thee, dus ik ga nog even door. En ik hoop dat jullie dit... dat je mee hebt geïrriteerd aan dat belachelijke gedoe van Menno Snel. En dat de Nederlandse overheid een beetje subsidie gaat lopen verstrekken op een geheim model wat ontwikkeld is door Revnex, wat ook werkt voor Tesla. Ja, maar ha 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 ha. Dat heet toch belangenverstrengeling, of niet? En sinds wanneer is dat toegestaan? En dan smijten met onze belastingcenten. En de ziekenhuizen moeten sluiten. Ja, vind je het gek als we 700 miljoen aan de firma Tesla overmaken? In de bejaardentehuizen, daar zitten de bejaarden te scheiden in luiers. Ja, vind je het maf? Je weet nu waar die pon blijft. Hé? Nou dan. Hé, hey, schattenbouten. Ja, dat bedoel ik. Ik ben geen... Maar toch is iedereen een schattenbouten. Hé, hey, schattenbouten. Ik ga afsluiten. En ik zeg heel netjes en heel vrolijk op zijn hamburgers. En die Duitsers, die zijn groen liggen. Sag ich tschüss. Und dag lieverds.